Welkom bij Makkelijk Koken met een Twist. Salchicas in knoflookmayonaise. Iets te vieren. Dit zijn salchicas. Een pittig Spaans worstje dat veelzijdig te gebruiken is. Ik haal ze bij mijn Spaanse specialist op het kalf in Zaandam. Kijk voor de details op mijn foodblog. Ik demonstreer een heerlijke borrelsnack die bestaat uit een toosje waarop een laagje knoflookmayonaise ligt en waarop vervolgens de gegrilde salchicha wordt geplaatst. Ze zijn in bevroren staat eenvoudig van elkaar te scheiden. En ontdooien gebeurt in een half uurtje of, als je dat in de magnetron doet, enkele minuten. Bepaal zelf hoeveel snacks je uit een worstje wilt maken. Eén hapstootjes of ga je voor een ordentelijke hap? Verhit alvast je oven voor op 160 graden. De basis bestaat uit witbrood waar je de korstjes vanaf hebt gesneden. Pas de stukken brood aan het formaat van het worstje. Meng een eetlepel mediterrane kruiden met een eetlepel olijfolie. Doe daar een snufje grof zeezout en grof gemalen zwarte peper bij. Dan wentel je het gesneden brood er goed doorheen. Leg het brood op een fijnmazig rooster voor het gemak. Heb je geen rooster, dan kan het ook op een bakplaat. Maar dan moet je ze wel een keer omdraaien voor gelijkmatige bruining. Anders blijft de onderkant bleek. Laat de blokjes brood bruinen in de oven, maar houd dit goed in de gaten. Wrijf je één of twee tenen knoflook fijn. Hak ook een eetlepel peterselie fijn. Meng knoflook, peterselie, wat zeezout en grof gemalen zwarte peper met een kopje mayonaise. Je knoflookmayonaise is gereed. Leg de inmiddels geroosterde toosjes naast elkaar op een serveerbord. Of op een tapasplankje. Verhit een grillpan of bakplaat gematigd en leg daar de salchicas op om ze te roosteren. Keer ze regelmatig voor een gelijkmatige garing. Leg de gegrilde salchicas op een snijplank en snij ze elk in 2 of 3 stukken. Lepel een beetje van de knoflookmayonaise op elk toosje. Druk je dan de salchicha in.
Garneer het hapje met tuinkers, zeewier of rucola. De salchicas zijn gereed om op te dienen. Tip van de kok. Je kunt de knoflookmayonaise ook vervangen door truffelmayonaise. En de broodjes kun je vervangen door plakjes geroosterd stokbrood of ciabatta. Fijn dat je hebt gekeken. Volgende week weer een culinair hoogstandje aan de oevers van de Zaan. Kijk ook eens op de socials van Makkelijk Koken. Adressen zie je onder in beeld. Dank je voor je aandacht.